Dick Kooijman, afgelopen zaterdag werd bekend dat je Katwijk aan het einde van het seizoen gaat verlaten. Was dat een lastige beslissing? Ja, best wel. Ik heb natuurlijk anderhalf jaar nu met Dick samengewerkt. Ik heb het goed naar mijn zin, we werken goed samen. Katwijk, mooie club. We boeken goede resultaten. Dit seizoen gaat weer goed, dus best een moeilijke beslissing. Als ik het zo hoor, een reden om weg te gaan, maar toch heb je besloten om weg te gaan. Ja, klopt. Voor mijn eigen ontwikkeling, om toch een keer de stap te maken als hoofdtrainer. Ik ben ook al 43 jaar, moet ik toch wel een keer de keuze maken. En daarom op zoek naar iets nieuws. Want je woont in Amersfoort, dacht ik, in het midden van het land. En waar hoop je dan op? Nou ja, de vogels. Nee, ik... Sparta Nijkerk komt misschien vrij. Nou, dat is dan mijn oude club. Dovo. Maar ik moet solliciteren op meerdere clubs. En ook eerste klasses en misschien de tweede klasses. Maar ja, we kijken wel wat er gaat komen. Wat voor type trainer is Dick Kooijman? Nou, ik denk een beetje type zoals Dick ook is. Gewoon een ding dat je er bovenop moet zitten. En je wil wel gewoon voetbal spelen van achteruit. En het spel maken. Het moet natuurlijk allemaal passen bij de club en het materiaal moeten zijn. Maar ja, je moet wel gewoon goed trainen. En vooral de trainingsarbeid, ja, dat is belangrijk. En de fitheid. En daar begint het mee. Dus wat dat betreft lijk ik wel een beetje op Dick volgens mij. Ja, want op papier ben jij de assistent, maar eigenlijk zijn jullie gelijkwaardig aan elkaar. Nou, ik denk dat we veel samen doen en Dick is degene die de eindverantwoordelijk is en alles naar buiten toe bespreekt natuurlijk en iedereen te woord staat. Maar ik denk dat we, en dat zal Dick ook beamen, ja, dat we het eigenlijk gewoon met z'n tweeën doen. En er zijn geen geheimen voor elkaar en gelijkwaardig zijn we wel redelijk, ja. Hoe zaten jullie dan afgelopen zaterdag op de bank? Eerste helft fantastisch, genoten van Katwijk. En dan valt 5 minuten voor tijd die 2-1 binnen. Denk je dan, oeps. Ja, er wordt toch nog wat er in de pers staat, billen knijpen. En ik denk dat ze vooral eigenlijk de eerste helft, of de tweede helft begin nog een paar kansen hebben gehad. Maar op het eind niet meer. Ja, dan moet misschien een keer een bal goed vallen. Maar zeker na de eerste helft dat zo genieten was en dat we het goed deden. En misschien 3 of 4-0 hadden kunnen maken. Ja, het was gewoon lekker in ieder geval dat je wel die 2-1 overwinning over de streep trekt. En Aalders dat hij die rode kaart pakt, ja, dat is jammer. En gewoon een reflex. En wij nemen het ook niet kwalijk. Dick ging nog even tekeer volgens mij toen hij van het veld afliep. Maar dat, een reflex en de 2-1 binnen was, de 2-1 zeker was binnen. Dus dat is het belangrijkste. Derde plaats, 3 zegens op een rij nu. Hoe tevreden zijn jullie tot nu toe, dit seizoen? Oh, we zijn wel heel tevreden en ik denk dat we eigenlijk tegen één tegenstander minder waren. Dus er had zelfs meer in gezeten. Ik denk dat alleen bij HHC misschien, het was een gelijkspel, kon ook. Nou ja, mag je blij zijn dat je dan 3-2 wint. Maar ik denk dat je voor de rest wedstrijden hebt gehad waar we punten hebben gespeeld, waar we recht op meer hadden. Maar een derde plaats met een paar punten achterstand op 1 en 2 is wel lekker en... nu hebben wij zoiets van nog 2 wedstrijden winnen en dan op naar het tweede seizoenshelft. En dan mogen we zaterdag naar Sneek. Een lange busreis. Hoe ziet de dag er tot 3 uur voor jullie dan uit? Nou, volgens mij hoorde ik net 9:30 verzamelen. Dus denk ik rond een uur 9:45 vertrekken. Dus een lange busreis, ik weet niet precies hoe lang. Tussendoor even eten ergens en dan op naar de wedstrijd. Maar ja, voor ons vooral een lange busreis. Ja, dan is het alleen maar lekker als je... In ieder geval met 3 punten teruggaan, dus dat is wel het doel. Wat is ONS Sneek voor een ploeg? Ik ben er 1 keer geweest, een aantal jaren terug. Toen verloren met 5-3. Een stugge ploeg, kan ik me herinneren. Ja, Robert zei het ook al dat ze 2 jaar geleden met 5-3 hadden verloren daar. Wat we een beetje zien. Dirk Groen, de analist, is er een paar keer geweest voor Rijnsburg te bekijken. Nog voor mijn paar wedstrijden, Spakenburg voor mij uit is die geweest. Het is wel een voetballende ploeg, ze proberen wel overal te voetballen. En wel redelijk druk te zetten. Ja, ze hebben af en toe wel aardige uitslagen. Maar ze lopen ook regelmatig tegen nederlaag op. En, maar thuis niet zoveel. Nee, en voor ons om dat te doorbreken en er vol op te gaan. En geen ruimte geven om een overwinning voor hun te bewerkstelligen. Dus gewoon de 3 punten mee naar huis nemen.